hartelijk welkom op deze toch wel hele bijzondere avond. Ik moet zeggen dat ik meestal zenuwachtig ben voor de wedstrijd op deze avonden. Daar ben ik totaal niet zenuwachtig over, omdat ik gewoon vanuit ga dat we 3 punten gaan pakken. We gaan zo dadelijk naar buiten toe. Daar staat een mooie stellage met een rode knop erop. En dan nodigen we graag de heer Navarette uit, samen met Hans Nijland, om een druk op die knop te geven. En dan zult u versteld staan van het aantal lumen wat er gestraald gaat worden op de muur. Ja toch, dat heb ik begrepen van de firma Homey. De heer Navarette zei het al, het is de laatste keer dat u de Euroborg grijs zou zien. En om in de term te blijven spreken, weg met de grauwsluier, wil ik graag vragen aan beide heren om een druk te geven op de knop. En als het goed is, gaat dan... Nou, succes! Ja, kom aan. Het is iets anders dan grijs, hè? En vooral het mooie groene met die witte balletjes die heen en weer gaan. Het mooiste is op een afstand, want het is leuk als je eraan komt lopen, maar vanaf de snelweg zie je hem al veel eerder aankomen dan nu. Het idee komt eigenlijk weg dat ik op bezoek was bij wat leveranciers, Shell, Norca en Industrielicht. En daar heb ik gezien dat zij zoiets hadden gedaan bij een voetbalstadion, bij FC Basel. En daar is het idee ontstaan eigenlijk. Wat jullie hier zien is een verlichtingsinstallatie die wordt geleverd door de firma Siel uit Berlijn. Het is een installatie bestaande uit LED-armaturen. LED-armaturen bieden de mogelijkheid om eigenlijk een onbeperkt scala aan kleuren te genereren. Het was de wens van FC Groningen om hun clubkleuren natuurlijk te projecteren op de gevel, groen. Maar daarbuiten is natuurlijk heel veel meer mogelijk om, goed, wanneer er geen voetbal plaatsvindt, om ja, gewoon een sfeervolle omgeving te creëren. We hopen dat het gefällt en we hopen natuurlijk dat we nog weitere solche schöne projecten hebben, ook hier in Holland. Ik vind het best wel mooi. Al die lichten. Geweldig. Dit mag wel vaker bij een avondwedstrijd. Wat vindt u van de buitenkant van het stadion? Valt een beetje tegen, hè? Valt een beetje tegen? Ja, vind ik wel. Ja, waarom? Nou, ik had er meer van verwacht. Ja. Nog groener? Nog groener. In het hele stadion. Het is heel sfeervol. Ja, hou ik wel van. Dus voor jullie ook gezelliger om hier te staan dan? Ja, zeker. Zeker. Het groen, ja, toch de kleur van Groningen, hè? Ja. Vind je het ook een mooie kleur, groen? Ja. Ja. Ja, het is mijn lievelingskleur, dus komt goed uit.